Jij hebt deze video aangeklikt omdat jij succesvol in het leven wil worden en daarbij ga ik jou vandaag helpen. En nee, ik ben niet jij die waarschijnlijk voor deze video als reclame kreeg. Ik ben hiervoor een aantal andere trucjes. Ik ben mijn YouTube ooit begonnen omdat ik het heel erg leuk vind om verhalen te vertellen en om dingen te presenteren en om de kennis die ik opdoe in het leven aan meerdere mensen te vertellen. Ik zeg niet dat ik nou heel veel interessante kennis heb, maar de dingen die ik weet, die wil ik heel graag aan mensen vertellen. En dat is dus precies wat ik vandaag ga doen. Er is een bepaalde categorie op YouTube en dat zijn de video's over psychologie. En die vind ik zelf heel erg interessant. Als ik ooit iets zou gaan studeren, dan zou dat iets met psychologie te maken hebben. Want ik vind dat heel erg interessant. Ik vind het heel erg interessant hoe je met bepaalde hele kleine veranderingen aan je houding of aan je ogen mensen gewoon echt letterlijk kan manipuleren. En hier worden heel veel video's over gemaakt, dus die kan je ook gaan kijken. Maar ik vind het zelf leuk om dit aan jullie te vertellen. Dus ja, mocht je het van mij willen horen, blijf dan zeker kijken. Heb jij nou zin in deze video? Doe dan alvast een blauw duimpje omhoog. Maar wat ik nog wel eventjes erbij moet zeggen, is dat je deze trucjes niet tegen anderen moet vertellen. Zoals ik dus al zei, ik ga jou vandaag helpen om je leven een stukje aangenamer en een stukje makkelijker te maken. Een van de meest vervelende situaties in het leven is wanneer je met iemand aan het praten bent waar je eigenlijk echt totaal geen zin in hebt. Maar ja, weet je, je wil ook weer niet die persoon zijn die zomaar tegen iemand zegt van, yo, weet je, we kappen het gesprek, I'm out, ga naar huis, bye. Nee, dat is toch wel een beetje onbeschoft. Maar wat je wel kan doen, is naar iemand zijn voorhoofd kijken. En nu hoor ik je denken, what the fuck? Zolang jij oogcontact blijft maken met iemand en zolang jij blijft knikken, blijft diegene praten, want ze denken dat jij het heel erg leuk vindt. Maar zodra je naar iemands voorhoofd gaat kijken, worden ze daar heel ongemakkelijk van en gaat er een onbewust signaal naar hun hersenen dat zegt, oké, je moet het gesprek stoppen, het is niet meer leuk, kap ermee. Nou moet je natuurlijk niet de hele tijd naar iemands voorhoofd blijven kijken, want ja, dat is wel een beetje raar. Dan stoppen ze waarschijnlijk zelf het gesprek en zeggen ze, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Dat moet je natuurlijk een beetje voorkomen. Maar wat je dus wel kan doen, is een soort driehoekje maken. Je gaat van het linkeroog naar het rechteroog naar het voorhoofd. Zo haal je oogcontact. Maar toch schakel je soms eventjes naar het voorhoofd. En zo werk je jezelf eigenlijk heel gemakkelijk uit een van de kutste situaties in het leven. Oké, dat is wel echt heel erg overdreven, want er zijn veel kuttere situaties dan dat. Het tweede ding om jouw leven gemakkelijker te maken en om mensen letterlijk te manipuleren is iets wat ik eigenlijk al heel erg lang doe. Mijn broer heeft mij dit ooit verteld en ik zag het dus laatst bij zo'n filmpje. En toen dacht ik van, oké, het is dus echt zo. Ik ga het eventjes uitleggen met een voorbeeld en waarschijnlijk snap je het dan meteen. Stel je hebt een shirt gezien en dat shirt kost 50 euro en je wilt het van je ouders hebben. Goed, je hebt je ouders een beetje zover gekregen dat ze misschien ja zouden kunnen zeggen, maar dan komt natuurlijk nog de vraag, wat kost dat shirt? Zeg dan niet meteen 50 euro, maar zeg 150 euro. Natuurlijk zal de reactie van je ouders iets zijn als, wat? Nee. Vervolgens zoek je eventjes de prijs op je mobiel op en zeg je, oh nee, wacht, hij is 50 euro. En nu zal de reactie van je ouders waarschijnlijk zijn, oh. Oh, oké. Nou, vooruit. Je maakt eigenlijk een soort van vergelijking in hun hoofd. Je vergelijkt 150 euro met 50 euro. Wat betaal je liever, 150 euro of 50 euro? Ik heb dit zo vaak gebruikt en waarschijnlijk de mensen die deze video zien, die gaan er nu nooit meer intrappen bij mij. Ik gooi nu wel echt dus mijn eigen glaas in. Maar goed, weet je, ik kan jullie ermee helpen, dus heel veel succes ermee. Een ander vreselijk ding aan het leven, dat is toch wel 's ochtends vroeg opstaan. Als je iets is waar je een hekel aan hebt, is dat het wel. Ik kan het ook gewoon niet. Ik kan het oprecht niet. Maar sinds ongeveer een half jaar heb ik dus iets geleerd en nu lukt het me wel. Zodra je wekker gaat, druk je niet meteen weer op snooze en nog een keer tot je uiteindelijk verslaapt, wat mij dus heel vaak gebeurde. Maar zodra je wekker gaat, rek je je uit, doe je je armen als een vuist in de lucht en doe je yeah, yeah, yeah. Doe dat 2 of 3 keer, net alsof je favoriete club net heeft gescoord. Trust me, je bent meteen wakker, je bent klaar voor de dag, je hebt superveel energie en je kan gewoon rustig je bed uit. Je wordt in ieder geval een stuk rustiger en relaxter wakker dan wanneer je je verslaapt en heel snel eruit moet. Je bent dan echt zoveel moeier dan wanneer je dit dus toepast. Ik zou jullie eigenlijk eventjes willen vragen om dit dus binnenkort uit te testen en dan weer terug te komen naar deze video en in de reacties achter te laten of het heeft gewerkt, ja of nee. Best wel weer een sneaky ding en dat is ja, als jij zeg maar wil dat iemand meer vertelt dan dat ze nu vertellen, blijf dan stil. En dat klinkt misschien heel gek, maar het is echt waar. Als je merkt dat mensen misschien aan het liegen zijn, blijf dan gewoon stil en laat ze lekker uitpraten. Uiteindelijk gaan ze namelijk de waarheid vertellen. Als jij namelijk niks zegt, hebben ze het idee dat jij al meer weet dan dat ze je nu eigenlijk aan het vertellen zijn. Blijf dus stil en laat ze lekker uitpraten totdat je alle details weet die je moet weten.
Natuurlijk moet je dit ook wel weer een beetje slim aanpakken. Je kan namelijk niet heel de tijd stil zijn in het gesprek, want dan lopen ze waarschijnlijk weg. Dat zou ik ook echt super raar vinden. Maar blijf ze in de ogen aankijken en laat ze maar vertellen. Een van de grootste struggles in het leven, niet alleen op het schoolleven, maar ook op het werkleven, dat is presentaties geven. Nou heb ik dit toevallig altijd al erg leuk gevonden, maar ik weet dat er zoveel mensen zijn die dit heel erg eng vinden en er heel erg zenuwachtig van worden. Maar hier ben ik om jou een tip te geven, zodat je presentaties soepeler verlopen. En die tip is namelijk door aan het begin van je presentatie te zeggen: jongens, ik vind het spannend, ik vind het eng. Punt. That's it. Je creëert daar namelijk mee een soort empathie. De mensen gaan zich in jou herkennen van, oh ja, dat vind ik ook altijd. Nou, ik ga eventjes luisteren wat deze persoon allemaal te zeggen heeft. Het zal veel beter gaan, het publiek zal lachen om je grapjes en ze zullen echt naar je luisteren. Een andere tip trouwens voor presenteren is een flesje water bij je hebben. Wat heel vaak gebeurt tijdens een presentatie is dat je je tekst kwijtraakt. In plaats van zo stil te gaan staan van, oh shit, wat moest ik ook weer zeggen? Neem je gewoon een slokje water, het komt heel natuurlijk over. En in je hoofd kan je alsnog denken van, oh mijn god, wat de fuck moet ik zeggen? Maar goed, dat zien mensen niet, want je neemt gewoon rustig een slokje water en je zet hem neer. En je weet het, plus water is gewoon goed voor je, want je bent de hele tijd aan het praten. De zesde lifehack is mensen om een gunst vragen. En dit klinkt ook weer super raar, maar als ik het uit ga leggen, snap je het wel. We hebben allemaal wel eens een situatie meegemaakt waarin we nieuw zijn en we niet zo goed weten hoe we ons moeten gedragen en hoe we op de mensen af moeten stappen. Daar heb ik een tip voor. Als je nieuw bent in bijvoorbeeld een klas, vraag dan aan de persoon naast je of ze iets uit kunnen leggen, of de persoon tegenover je of ze een pen voor je hebben. Anything, het maakt niet uit wat, laat ze gewoon iets voor jou doen. Dit zorgt er namelijk voor dat ze een goed gevoel over zichzelf krijgen, want ze hebben iemand geholpen en jij bent degene die daarbij weer geholpen heeft. Plus je hebt meteen een connectie, want van die pen die je krijgt ontstaat waarschijnlijk weer een soort van klein gesprekje. En zorg er trouwens ook voor dat je die persoon echt heel erg bedankt. Dus oh, ontzettend bedankt. En niet, ja, thanks man. Nee, gewoon kijk ze aan, zeg dankjewel en het is goed. Zo bouw je onbewust heel snel een connectie op. Ja zegt, knik dan heel rustig met je hoofd tijdens het vragen van je gunst of vraag. Dit triggert namelijk een onbewust signaal dat dit het goede antwoord is. Deze truc wordt namelijk heel vaak gebruikt in restaurants. Ga er maar eens op letten. Meneer, wilt u nog een kopje koffie? Ja, lekker. Je hoeft niet eens trek te hebben in koffie, maar jouw hersenen die hebben gewoon al ja gezegd doordat de ober heel goed met zijn hoofd ja knikt. Nou moet je natuurlijk niet echt overdreven zo gaan zitten, want dat is niet helemaal de bedoeling. Maar probeer het heel rustig en heel onopvallend te doen. Dan moet het toch goed komen. En zo kun jij alles krijgen wat je maar wil. Nee, oké, het zal niet voor alles gaan natuurlijk, maar het is wel een leuk trucje om af en toe eens toe te passen. De achtste lifehack gaat ervoor zorgen dat jij dat sollicitatiegesprek van die baan die je super graag wil, gaat rocken. Mensen onthouden vaak alleen wat er aan het begin of aan het eind van de dag is gebeurd. Alles ertussenin is een beetje weggevaagd. Zorg daarom dus dat jij de eerste of de laatste persoon bent die het sollicitatiegesprek binnenloopt. Stel dus dat er 50 mensen bij een sollicitatiegesprek zitten, zorg dan dat jij wordt ingepland als eerste of als laatste. Zo herinneren mensen je veel beter en laat je echt een indruk achter zonder dat je eigenlijk maar iets hoeft te doen. Natuurlijk moet je je alsnog wel gewoon goed voorbereiden. Dit is niet dat je gewoon daar kan zitten en poep kan gaan praten. En dan de negende truc. Die gaat ervoor zorgen dat mensen jou aardig gaan vinden. Ja, dit is misschien een beetje gek en heel erg manipulatief, maar ja, het werkt wel. Als jij tegenover iemand staat en diegene is iemand waarvan jij wil dat diegene jou aardig vindt, kopieer dan hun lichaamstaal. Doe dit natuurlijk niet meteen, dus wanneer zij zo doen dat jij ook meteen zo doet. Nee, zo werkt het niet. Maar laat er ongeveer zo'n 30 seconden tussen voor je hun lichaamstaal kopieert. Onbewust wordt er weer een signaal gestuurd naar hun hersenen dat jij een beetje dezelfde persoon bent. En zo vinden ze je dus aardig. Het klinkt nu allemaal natuurlijk wel super makkelijk en ik heb deze eerlijk gezegd nog niet toegepast. En ik denk ook dat je dit resultaat natuurlijk echt pas na een paar weken kan zien. Maar ik ga hem zeker eens een keertje gebruiken. De laatste lifehack, die gaat ervoor zorgen dat mensen minder snel boos op jou worden. Maar Lise, hoe dan? Ga naast die persoon zitten. Wanneer jij ruzie met iemand hebt, sta je dan naast elkaar of sta je dan tegenover elkaar? Zo is het veel makkelijker om te schreeuwen en heel boos te worden op iemand en zo met je armen te praten dan wanneer je zo zit. Zo is het bijna ongemakkelijk om boos te worden. Dus heb jij iets verkeerd gedaan en weet jij dat die persoon er binnen nu en een half uurtje achter gaat komen? Ga gewoon naast ze zitten. Het is namelijk zo dat wanneer jullie naast elkaar zitten, delen jullie iets.
Jullie kijken namelijk in dezelfde richting en jullie zien hetzelfde. En ook dat is een onbewust signaal dat jullie een soort van hetzelfde zijn. Alright, dat waren mijn tips om je leven veel gemakkelijker te maken. Er zijn er natuurlijk nog veel meer en die wil ik ook heel graag op gaan zoeken en nog een keer met jullie delen. Maar alleen als jullie dit natuurlijk leuk vonden. Dus vond je dit leuk? Laat het dan zeker weten in de reacties. Ik ben ook heel benieuwd welke jij al wist en welke je zeker weten gaat toepassen. Want dat vind ik alleen maar heel erg leuk om te lezen. Vond je deze video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. Nog eventjes te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jou weer bij de volgende video. Joe!